Vandaag bezoek ik een dorpscentrum. Dat wordt gerund door mensen met een beperking. Een nieuw onderdeel van het centrum is de Buurtsuper. Wij zijn 13 november gestart met de Buurtsuper. En we zijn nu volop bezig met bijvoorbeeld de bezorgdienst. En we bieden vers brood aan, afbakbroodjes, eigenlijk van alles. We gaan eerst koffie en thee drinken en de dag een beetje doornemen. Daar drinken we daar koffie en de thee in voor de schildersclub. Ja. En in de supermarkt? En in de supermarkt daar ga ik ook heel vaak spiegelen en kijken of de data nog wel kloppen van de producten. Mijn taak is dat ik de cliënten aanstuur. Dus ik hou de dossiers bij en de rapportages doe ik. En de contacten met ouders, verwanten. Nou, het is wel een uitdaging om activiteiten te verzinnen. Van wat laat ik ze doen, wat kunnen ze doen. En we willen ook dat ze nog leren natuurlijk. En waarom is het voor jou zo'n uitdaging dan? Wat weeg je dan af allemaal? Omdat het nieuw is. Dus ik moet voor mezelf ook gaan bedenken van wat is er allemaal en wat kan ik ze laten doen? Elke dag is anders. Ja, 's ochtends zoals vanmorgen, dan komen ze allemaal binnen. Dan ga ik met ze zitten en dan nemen we de dag door. En bij jou, er zijn cliënten, ze hebben allemaal verschillende taken. Dus in de winkel bijvoorbeeld kunnen ze ook nog heel veel leren met spiegelen en vracht inpakken. En ja, dat begeleid je allemaal. Waar zijn we voor? Wij zijn in de supermarkt beland. Ja. En de cliënten zijn lekker aan het werk. Brood aan het prijzen, aan het inpakken, spiegelen. Van alles, want we hebben een heel breed assortiment. Eigenlijk alles wat de gewone supermarkt ook heeft. We hebben alles wat de gewone supermarkt ook heeft. Ja, klopt. Ja, mooi. Ja.